Een heel hartelijk welkom allemaal. Fijn om weer met elkaar verbonden te zijn. En heel bijzonder, we gaan niet zingen vandaag. We gaan niet uit de Bijbel lezen, maar we mogen jullie iets cadeau geven. Ik sta hier met een mooie bloem in mijn hand. En misschien weten jullie het wel. Het is al heel lang geleden dat we elkaar hier in de kerk mochten ontmoeten. Maar elke zondag stond daar zo'n prachtig boeket bloemen op de tafel. En die ging na afloop met één van de woningen mee. Dat hebben we nu al een tijdje niet kunnen doen. Dus dachten wij, we gaan jullie een mooi alternatief boeket aanbieden. Een muzikaal boeket. Want we gaan muziek maken vandaag. Speciaal voor jullie. En daar is deze bloem symbool voor. Want we gaan luisteren naar orgelmuziek. En er zullen 9 stukken gespeeld worden. 5 daarvan komen uit de Hartenbergbundel. Kennen jullie misschien wel uit de kerk. En er zullen nog 4 misschien wat minder bekende melodieën zijn. Maar daar gaan we natuurlijk lekker van genieten. En elke keer als er een nieuw stuk komt, gaan we een nieuwe bloem in de vaas zetten. We hebben elkaar welkom geheten. Ik ga zo dadelijk de organist welkom heten. Maar we willen natuurlijk ook God welkom heten in ons midden. En dat doen we natuurlijk altijd met het aansteken van de kaars. Dat we tegen elkaar mogen zeggen, het licht brandt. En zo mogen wij weten dat God met zijn licht, met zijn warmte in ons midden is. En in de muziek ook nabij wil zijn. Mooi hè? Jullie hebben hem denk ik al zien staan. Leander van der Steen, onze organist. Eén van onze organisten moet ik zeggen. Maar misschien herkennen jullie hem van de filmpjes. Hè? Want Leander begeleidt onze diensten op internet. Leander, nou zien we je een keer volop in beeld. Fijn dat je er bent. Ik zei net al, jij hebt muziek voorbereid. 9 stukken maar liefst. Een aantal bekende. En een aantal misschien wat minder bekende. Kan je vertellen waar je mee gaat beginnen vandaag? Nou, vandaag ga ik beginnen met een stuk dat heet Het Kleine Carillonnetje. Maar ja, eigenlijk vind ik dat je hier moet beginnen met Hoor de klokken luiden blij. En in dit stuk zat niet Hoor de klokken luiden blij. Er zat namelijk het bekende thema van de Big Ben in. Ik denk, nou, dan pas ik het stuk iets aan. Dus als je goed luistert, aan het einde van het stuk hoor je toch in Het Kleine Carillonnetje Hoor de klokken luiden blij. Mooi. Ik ga deze zonnebloem in de vaas zetten. En dat betekent ook dat het een lied is wat wij kennen. Zeker weten. Mooi hè, hebben jullie de klokjes ook in de muziek gehoord? Ja, en de melodie, hoor de klokken luiden blij, waar we natuurlijk ook altijd mee beginnen in de kerk. We staan nu op een heel ander plekje, bij een heel ander orgel. Dus Leander, vertel eens, wat ga je nu spelen? Nou, eerst vind ik het wel leuk om te zeggen dat ik blij ben dat ik weer op dit orgel kan spelen, want dat is een tijdje niet gebeurd. Ik denk, nou, dan kies ik een stuk uit wat ook heel erg bij dit orgel past. Een preludium en fuga van Simon met hele fijne, mooie loopjes. Ja, ik word er eigenlijk wel blij van. Nou, daar gaan wij natuurlijk naar luisteren. Ik begrijp dus dat het een minder bekend stuk is, misschien wel voor ons.
Dus we hebben een andere bloem, een mooie witte, die ga ik vast in de vaas zetten en dan gaan we samen naar jou luisteren, Leander. Ik ben benieuwd. We staan weer voor op het podium en ik heb een gele bloem vast, dus ik denk dat we weer iets bekends gaan horen. Leander, wil jij vertellen wat je gaat spelen? Ja, dit keer is het lied Heilig, Heilig, Heilig in een bewerking van Jan Mulder. Wat ik heel mooi aan deze bewerking vind, is dat er ook zo'n vrolijke melodie steeds tussendoor zit. En als je goed luistert, hoor je de melodie wel een 3 of 4 keer terugkomen. We gaan zeker luisteren. En ik zet de bloem in de vaas.
we staan weer bij het grote orgel. Leon, dat is misschien een hele rare vraag. Ik ben niet zo muzikaal, maar ik zie jou op een klein orgel spelen. Ik zie jou op het grote orgel spelen. Zit daar nou ook nog verschil in het spelen? Ja, dat zit er zeker. Je zou het eigenlijk niet zeggen, maar op dat kleine orgel heb ik meer mogelijkheden dan op het grote orgel, want daar heb ik 2 klavieren en dit orgel heeft 1 klavier. Alleen het kleine orgel is een elektronisch orgel en dit is een pijporgel. En als ik dan stukken uitkies, dan kies ik er ook bewust voor. Ik ga nu een preludium van Bach spelen. Ik word er altijd heel erg rustig van als ik dit stuk hoor. En ik weet dat op dit orgel een heel mooi register zit, een knop die ik opentrek, dat is de roerfluit. En dan klinkt dat zo mooi door die pijp heen. Ja, dan kies ik weer voor dit orgel. Ik hoor jou nu even zeggen, een fluit, hè, door de pijpen heen. Ik heb ooit horen zeggen dat alle instrumenten in het orgel zitten. Is dat zo? Kun je dat zo zeggen? Ja, er is een uitspraak van het orgel is eigenlijk een orkest. Ja. Je kunt ermee kleuren, het is een kleurdoos. We gaan dus luisteren naar een fluit. Ja. Kijken of het opvalt. Ik heb weer een mooie witte bloem. Want het is een minder bekend stuk. Die komt in de vaas en we gaan luisteren of we ook fluiten terug horen in het stuk van Leander. Zoals jullie kunnen zien, heb ik weer een gele bloem in handen. Dus dat betekent dat we een lied gaan horen wat bekend is, waarschijnlijk, hè? Uit de kerk. En Leander, ik weet al dat je Blijf mij nabij gaat spelen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, waarom nou juist dit lied? Ik vind dit een hele mooie melodie om te spelen. En ik had ook een bewerking liggen van degene waar ik les van heb gehad. Mijn orgelleraar Jan van Gijn. En ik heb dit stuk leren spelen in de Lolankerk in Apeldoorn. En dat is een hele fijne herinnering. Dus ik denk, nou, dat vind ik wel mooi om dat ook hier te delen. Wat leuk. En hebben we het dan over lang geleden? Ik bedoel, heb je het als jongetje geleerd? Of, ja, het is lang geleden, dankjewel. Ja. Het is denk ik al wel zo'n, ja, dan moet ik even rekenen, 30 jaar geleden ja, dat ik dit heb geleerd. Ja. Tijd gaat hard. Toen speelde je al op zo'n groot orgel. Ja, heerlijk. Ja. Ja, we gaan luisteren. Ik zet de bloem in de vaas en we gaan samen luisteren naar Blijf mij nabij.
muziek herkent, is wel een lied wat we in de kerk ook zingen, hè? Blijf mij nabij. We gaan naar een minder bekend stuk luisteren. Maar Leander, ik ben eigenlijk wel even benieuwd. Net vertelde je dat je al jong bent begonnen met oefenen. Moet ik me daar nou bij voorstellen dat je elke dag orgel speelt thuis? Heb je thuis een orgel? Ja, elke dag speel ik orgel en elke dag moet je ook studeren. Als je dat een week niet doet, dan heb je er zelf al last van en na 3 weken hoort iedereen het. Je moet blijven studeren dus. Ja. Ja. Hey, en speel je dan ook elke dag andere nummers of ligt het aan je stemming wat je gaat spelen? Nou, heel vaak ligt het natuurlijk aan wat er op het programma staat, maar als ik denk ik heb last van een stemmingswisseling, ja, dan kies ik bewust een stuk uit. En daarom heb ik dit stuk nu uitgekozen. Dit is namelijk een heel blij stuk. Een preludium van Kellner. En als je het thema hoort, ja, dan begin je eigenlijk direct om mee te zingen. Okay. En te glimmen. Okay. Nou, ik ben heel erg benieuwd. De bloem gaat in de vaas en we gaan luisteren. Ik krijg al een mooi boeket zo. Zo langzamerhand al een heel mooi boeket worden bij elkaar. Ik hoop dat jullie er net zo van genieten als wij zelf. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren, ik heb een gele bloem vast, dus dat is weer een kerklied, is het lied Groot is uw trouw, o Heer. En nou heb ik begrepen, Leander, dat jij deze versie geschreven hebt, of deze bewerking, ik weet niet eens hoe ik het moet zeggen, maar
Hoe werkt dat dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het begint ermee dat ik het gewoon een heel mooi lied vind. En Grootste op Trouw is eigenlijk iets waar je heel blij van kunt worden als je erover nadenkt. Daarom heb ik gekozen voor een hele blije melodie. En daaroverheen komen fragmenten van Grootste op Trouw. En achter het orgel ben ik zometeen ook nog wat aan het registreren. Ik trek nog een paar knoppen erbij. En op het moment dat het koraal komt, dan geef ik nog iets meer gas. En aan het einde gaan we weer terug naar het begin. En zo zit je dat thuis uit te denken. En dat is in een boek terechtgekomen. Ja, nou, ik ben heel benieuwd of we het lied gaan herkennen. Ik vermoed het eigenlijk wel, maar we luisteren graag. Groot is uw trouw hier. We hebben weer een witte bloem. We gaan naar minder bekende muziek luisteren. En ik hoop dat ik het goed zeg, want ik heb het even op een briefje zien staan. Chiquilin de Bachin. Leander, wat betekent dat? Ja, je spreekt het goed uit. Het is een Argentijns lied. En hier zit een verhaal aan vast, want dit is van Piazzolla. En dat is de componist van het stuk waar Maxima de traan van kreeg. Oh. Op haar bruiloft. En hij heeft heel veel andere stukken geschreven. En op een gegeven moment zat hij in Argentinië heerlijk te eten. Toen kwam er een heel arm jongetje aan zijn tafel. Vraagde of hij zijn schoenen mocht poetsen. En toen zei hij, nou, ik schrijf wel een stuk voor je. Dit is de naam van het restaurant. En dan de opbrengst van dat stuk krijg je van mij. Dat was denk ik meer waard dan schoenen poetsen. Oh, wat bijzonder. Oh, mooi. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat klinken. Ik ga de bloem in de vaas zetten. En we gaan naar je luisteren. Thank you.
Jullie hebben het vast al gezien. De vaas is bijna vol. Ik heb nog één bloem die we daarin gaan zetten. En dat betekent dus dat we naar het allerlaatste muziekstuk gaan luisteren vandaag. Leander, een gele bloem, dus een bekend lied. Ga je vertellen wat je voor ons gaat spelen? Aan het einde van het programma dacht ik dat het mooi was om te eindigen met wat de toekomst brengen mogen. En dat is wel op een iets andere melodie, maar die laat ik ook regelmatig op de Hartenberg horen. Dat is de melodie van De Roos in de bewerking van Martien van der Zwan. En dat is een collega van mij. Het allerlaatste lied dus. Lekker van genieten nog. We gaan luisteren. Nou, ik zei het net al, hè, het laatste stuk. We hebben hele mooie muziek gehoord. Ik hoop dat jullie er net zo van genoten hebben als ik en als wij hier in de kerk. Toen we Leander vroegen of hij wat orgelmuziek voor ons en voor jullie wilde maken, toen kwam hij met het voorstel van een boeket van 9 muzikale bloemen. Volgens mij zei je het zo, Leander. Dus daar hebben we mooi gebruik van gemaakt, hè. We hebben een vaas vol. Een symbolisch boeket, wat we op deze manier eigenlijk aan alle woningen laten horen. Dus geniet ervan. En dan ga ik deze 9 bloemen, mede namens jullie, aan Leander overhandigen. Want heel hartelijk dank voor je inzet. En neem ze mooi mee naar huis. Kan jij ook nog nagenieten? Rest mij nog om jullie een hele fijne dag te wensen. Een goede week. We gaan het licht hier uitblazen, maar we mogen weten dat God met ons meegaat. Zijn licht gaat mee op onze weg en zijn muziek mag misschien nog wel eventjes doorklinken in ons lijf en in deze dag. Heb het goed en graag tot een volgende keer.